Deze aflevering ga ik een poster maken. En niet van de foto, nee van het meisje met de parel van Johannes Vermeer. Een van onze bekendste schilderijen van de 17e eeuw. Als het om portretten ging, in ieder geval. Wat ga ik doen? Ik ga om te beginnen de laag dupliceren. Dat doe je met Ctrl J. En wat is er nou belangrijk? We moeten de achtergrond gaan vervangen door wit. Dus we moeten het meisje even heel snel uitsnijden. En dat kun je op verschillende manieren doen. En ik gebruik gewoon een aantal selectietools. En ik zie wel hoe ver het schip strandt. Nou, dit is een aardige selectie. Ik keer de selectie even om met Ctrl-Shift-I. En ik ga er nog een klein beetje bij selecteren. Want ik vind dat nog niet genoeg. Dit hoeft niet zo precies. Je zult dadelijk misschien snappen waarom. Want we gaan wat dingen doen aan de foto waarin details echt gewoon verloren gaan. En ik selecteer met de lasso tool ook een klein beetje van de rug erbij. Nou, dit vind ik op zich wel weer een vrij aardige uitsnede. Nogmaals, het hoeft echt niet precies. Het komt niet op uh, de pixel aan. Je zult dadelijk zien, als we de details eruit gaan halen, dat dat echt gewoon geen zin had. En dit gaan we dus vullen met wit. Ik ga de selectie weer omkeren, want ik wil de achtergrond vullen. Dus niet het meisje. Dus het meisje moet niet geselecteerd zijn, maar de rest. En ik druk gewoon op Ctrl Backspace. En wat gebeurt er dan? Mijn selectie wordt gevuld met mijn achtergrondkleur en die is in dit geval wit, zoals je kunt zien. Dus zorg ervoor dat dat wit is. En ik heb de selectie op. Hier ga ik op verder werken. En om te beginnen ga ik de foto eens omzetten naar een slim object. Want dat betekent dat ik als ik een filter toe ga passen, later altijd nog terug kan. En dat is belangrijk in een foto, want als je later beseft van hé, hey, ik heb iets verkeerd gedaan in een vroeg stadium, dan moet je al je dingen ongedaan maken. En dat is zonde van je werk. En soms kun je ook gewoon niet meer ver genoeg terug als je op die manier werkt. Dus daarom werk je non-destructief, zoals dat heet. En als ik bijvoorbeeld eens inzoom op het gezicht, dan zie je dat krakkelee. En dat gaan we om te beginnen eerst eens wegwerken. Dat doe je hierboven bij filter. Ruis en mediaan. En wat doet het mediaanfilter? Het mediaanfilter gaat eigenlijk op een vrij mooie manier alles egaliseren. Welke waarde je hier kiest, dat maakt op zich nog even niet zo uit. Als je een kleine waarde kiest, dan blijft er veel krakkelé in zitten, veel detail. En kies je een hogere waarde, dan wordt het helemaal een waars. Ik kies in dit geval gewoon even voor 12. En je drukt op OK. Je ziet dat dit mediaanfilter er nu als een slim filter uh, bij de laag bij komt. En dat is dus de kracht. Ik kan later altijd nog een keer op mediaan klikken. En dan krijg ik het filter weer terug. En als ik er nou bijvoorbeeld 8 van maak en ik druk op oké, OK, dan wordt het dan weer toegepast op mijn foto. Snap je dat in een later stadium dit heel prettig kan zijn? Ik ga weer terug naar het geheel en ik ga deze foto zwart-wit maken. En dat doe ik gewoon door een aanpassingslaag kleurtoonverzadigingen op te maken en de verzadiging eruit te trekken. Wederom, om non-destructief te werken, werk ik met aanpassingslagen, want doe ik dit op de laag zelf, dan kan ik in een later stadium nooit meer terug. Wat ik nu heb is een meisje met een parel, waarin de details vrij aardig weg zijn, maar er is nog een groot verloop van licht naar donker. Bijvoorbeeld in haar gezicht, in haar aangezicht, richting haar uh, oor, wordt het langzaamaan donkerder. En dat ga ik ook in grote, grove stappen maken met de aanpassingslaag, Waarde beperken. En je ziet al meteen wat er gebeurt. Standaard komt het filter met vier niveaus aan, maar je kunt daar bijvoorbeeld ook twee niveaus maken. En dan is er gewoon een verschil tussen donker en licht. En hoe hoger je het aantal niveaus gezet wordt, hoe meer stapjes er zijn. Zet je het natuurlijk helemaal aan de rechterkant, dan gebeurt er eigenlijk niks. En zet je het wat verder naar links, dan krijg je er mooiere stappen in. En dat is eigenlijk even vogelen wat jij mooi vindt. Je kunt zeggen van nou, ik vind dit acceptabel, maar je kunt ook zeggen van ik wil. Minder schakeringen erin en ik wil meer vlakken. Ik ga bijvoorbeeld even gewoon voor 6. Op zich ben ik al een vrij eind. Ik wil alleen ook nog een mooie rand omheen. Dan kan ik het canvas vergroten met een rand. Er is ook nog een makkelijkere optie. Als ik gewoon de originele laag heb waarop mijn meisje staat, wat met witte achtergrond, dus niet de echte originele, maar gewoon de laag waarop we aan het werken zijn. Als ik daarop dubbel klik, dan krijg ik er een menu bij. En daar heb ik een aantal opties voor deze laag, een aantal stijlen. En die stijlen leggen uit hoe het omgaat met uh, de randen, uh, schaduwen eronder en ook in dit geval een lijn. Dus ik klik gewoon de optie lijn aan en je ziet dat er al een zwarte lijn omheen komt. Nou, selecteer ik de optie, dan heb ik in het middenstuk ook een aantal opties. Je hebt bijvoorbeeld de positie, die staat in dit geval op binnen. Dus we werken aan de binnenkant van de rand. Zet je hem op de buitenkant, ja, dan gebeurt er vrij weinig, want er is geen buitenkant bij deze laag. En je kunt de grootte bepalen. Nou, dit is een stukje smaak. Je drukt op oké. OK. En je ziet onder mijn laag staat het woordje lijn. Dus ook dit is non-destructief. Klik ik erop dubbel, kan ik mijn lijn nog gewoon aanpassen. Oké, okay, ik ben eigenlijk al een heel eind klaar. Ik heb een poster met een uh, rand eromheen. Ik heb weinig details meer. Ik heb kleurschakeringen. Um, ik moet hier alleen nou nog kleuren aangeven. En dat kan ik door te doen met verloop toewijzen. En ik zet hem wel even bovenaan. Verloop te wijzen dat gaat kijken naar mijn donkere delen in de foto en mijn lichte delen in de foto en gaat daar een kleurverloop over uitspreiden. Standaard is dat kleurverloop zwart-wit, maar omdat we al een zwart-wit foto hadden, werkt dat niet al te makkelijk. Dus ik klik gewoon even op het verloop en dan zie je dat ik bovenin een aantal opties krijg. Ik zet dit even apart en ik selecteer gewoon even rood en groen. Nu zie je dus uh, dit geval, rood en groen. Waar het absoluut zwart was, dat is nu gewoon helder rood. En waar het absoluut wit was, dat is nu gewoon groen. En in die schakeringen wordt dus een klein beetje met dat verloop gespeeld. Nu vind ik dit niet, dit niet zo fraai, maar klik wel op OK en ik zet hier de optie omkeren aan. En dit vind ik bijvoorbeeld al mooier. Nou, als ik nu zeg van ja, wat absoluut wit is, dat is helder rood, dat vind ik iets te fel. Als ik gewoon daar op het vierkantje klik. Dan kan ik een kleur selecteren. En kan ik bijvoorbeeld zeggen van nou ga ze voor een iets minder hard rood. En ik kan dat ook zo doen bij groen. Het moet natuurlijk wel vrij blijven. Nou, deze. Um, om het verloop wat te veranderen, kun je hier nog gewoon aan de sliders schuiven. En dan zie je dat er bijvoorbeeld in mijn gezicht wat, wat minder verloop komt. Dat komt omdat de lichtgrijze tinten inmiddels ook wit zijn geworden. Je gaat dan in feite eigenlijk schakeringen wegdrukken. En je drukt op oké. OK. Dit is een voorbeeld. Maar omdat ik dus non-destructief werk, ik kan bijvoorbeeld altijd nog terug naar mijn waarde beperken. En ik kan zeggen van hé, hey, ik ga die waarde ga ik verhogen of verlagen. Hij stond op 7. En we zitten nou bijvoorbeeld op 6. En ook mijn mediaanfilter kan ik gewoon nog mooi aanpassen. Door te zeggen van nou ik ga ietsjes lager zitten. Waardoor ik er gewoon net een tikkeltje meer detail in krijg. Niet te veel. En ik druk op oké. OK. Op zich vind ik de combinatie groen en roze niet zo fraai. Dus ook die ga ik nog even veranderen. Dit vind ik zo al een heel stuk beter. En zo eenvoudig maak je nu dus een poster, maar je hebt hem wel gemaakt met non-destructieve stappen. Dus je ziet, we kunnen altijd terug. Ik ben teruggegaan naar de waarde, ik ben teruggegaan naar het mediaanfilter. Dat is de kracht van Photoshop. Je kunt het nu opslaan als een PSD of met uh, Ctrl-Shift-E maak ik er een laag van. Kun je hem gewoon opslaan als JPEG en kun je hem uitprinten of weet ik veel wat. Op deze manier maak je dus een poster. Ik bedank je in ieder geval voor het kijken. Vind je het leuk? Geef even een duimpje uh, of neem een abonnement op mijn kanaal om wekelijks op de hoogte te blijven van nieuwe technieken. Bedankt voor het kijken. Doei doei.